Martin Brundel, die snapt er niks van dat Max Verstappen tot slechterik wordt gebombardeerd. Waarom hecht Serge Perez zo ontzettend veel waarde aan die ene testdag na het seizoen? In Abu Dhabi en welk Formule 1 talent moeten we zeker weten in de gaten gaan houden? Dat zijn vragen waar je altijd op krijgt in deze video. Mijn naam is nog steeds Joris en ook goed dat je ook na het seizoen weer kijkt naar een nieuwe video van Racing News 365. We blijven sowieso hele toffe dingen doen. Er komt binnenkort weer een winactie aan, dus als je, je nu al abonneert, ga je die niet missen en binnenkort ook eindjaarsinterviews met Guido van der Garde, Tim Coronel en Jan Lammers. Nou goed, dat komt allemaal later. Laten we nu gewoon beginnen voor het gemak met deze video. In 2005 doopte Red Bull Racing Minardi F1 Tom tot Toro Rosso. En dat werd het opleidingsteam van Red Bull Racing. Toro Rosso werd in de loop der jaren omgevormd tot Alfa Tauri. Maar toen de tijd was er iemand nodig die het team ging leiden: een teambaas. En dus werd mede-Oostenrijker Frans Toos gebeld, de man uit die rol, of hij het wilde doen. En die rol die deed hij met 18 jaar ontzettend veel liefde. Vervullen. Maar nu op een leeftijd van 67 jaar vindt hij het mooi geweest en maakte hij een aantal maanden geleden bekend na het einde van dit seizoen te stoppen. Het einde is in die zin nu in zicht en iedereen gunt hem het pensioen. En Helmut Marco, de Red Bull adviseur, die blikt terug op zijn tijd met Toast en die vertelt dat Frans Toost een echte autosportprominent is. Het is een karakter met een grote mond en een klein hartje. Natuurlijk doet het zeer dat hij ons verlaat na 18 jaar. Voor zijn tijd werkte hij onder meer voor Willy Weber, voormalig manager van Schumacher, BMW en andere teams. Wat Marco het meest bijzondere vond aan Toos was het begeleiden van toekomstige wereldkampioenen in hun eerste Formule 1 seizoen: Sebastian Vettel en Max Verstappen. De twee wereldkampioenen die wij binnenhaalden gingen bij hem naar school. Frans zei altijd: Het duurt drie jaar om iemand te rijpen in de Formule 1. Ik vertelde hem echter dat een Vettel en een Verstappen geen drie jaar nodig zouden hebben. Eén opleidingsjaar was voor hen genoeg. Marco legt uit dat het onder meer door Toos kwam dat Vettel en Verstappen zo snel leerden. Maar dankzij Frans' geweldige training waren zij vrijwel direct kampioenschapsmateriaal toen ze de overstap naar Red Bull maakten. En voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle die schrijft na iedere Grand Prix een column voor Sky Sports. Dat deed hij ook na de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. En daar ging het onder andere over de Nederlander, inmiddels drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. En daarbij prijst hij niet alleen de rijstijl van de Nederlander, maar ook zijn karakter. Natuurlijk was hij een beetje pittig en een beetje wild toen hij de Formule 1 betrad als tiener. Hij heeft dat opgelost en is nu een toonbeeld van kalm op het circuit. Hij is net zo eerlijk als de rest als het op hard racen aankomt. Ik begrijp niet waarom hij als slechterik wordt gezien, maar de fans hebben daar hun eigen ideeën bij. De Sky Sports commentator vertelt dat de houding van Verstappen niet bij iedereen de juiste sna raakt, maar zijn manier van communiceren, gewoon recht door zee, dat kan Brundle wel waarderen. Max doet het qua communicatie niet altijd op de juiste manier. Hij liet zich erg negatief uit over Las Vegas en deed dat niet echt op logische wijze. De dag van de race liep hij daarentegen wel warm voor het evenement. Ik kan niet ontkennen dat we meer diplomatiek en evenwichtigheid iets beter zou passen bij de nalatenschap die hij verzorgt. We zijn per slot van rekening allemaal verantwoordelijk voor het behoud van deze geweldige sport. Maar ik vind het leuk dat Max zijn mening geeft. Ik heb hem altijd heel verfrissend gevonden om te interviewen. En ook om gewoon mee te praten in de paddock. Hij is heel direct en eerlijk. Het maakt hem duidelijk weinig uit wat anderen denken. Bij Max is het: what you see is what you get. En Andrea Kimmy Antonelli. Dit is deze jongen, knoop die naam en zijn beeld heel goed in je oren en ogen... ...want hij wordt nu al omschreven als de toekomstige Lewis Hamilton. Hij is pas 17 jaar, maar hij maakt al hele grote stappen. Afgelopen seizoen, dit seizoen dus, reed hij in de Freca-kampioenschappen. Dat is eigenlijk een soort Formule 4. In 2024 maakte hij in één keer de overstap naar de Formule 2... ...en slaat hij de Formule 3 over. En er werd niet alleen in de Formule 1 getest in Abu Dhabi na het seizoen... ...maar dat gebeurde ook in de Formule 2. En als we kijken naar de scores, naar de uitslag... dan Zien we dat Antonelli slechts tweede staat op twee tienden van de snelste tijd van Oliver Beerman? En het feit dat deze jongen op 17-jarige leeftijd, zonder enige ervaring in een Formule 2-wagen, en niet eens in de een Formule 3-wagen, zo snel een sweet spot bij een auto weet te vinden, dat is toch wel zeer bijzonder. En het zou zomaar kunnen zijn dat we hem binnen enkele jaren in de Formule 1 zien. En misschien sneller dan je denkt. Er gaan namelijk al een paar verhalen eronder dat als hij het heel goed zou doen in 2024 bij de Formule 2, dat er dan misschien een Williams-stoeltje op hem zit te wachten in 2025. Hij is namelijk een Mercedes-Junior en dan zou hij bij Williams prima weggestald kunnen worden. Ja, en wat er gaat gebeuren na 2025 als het contract van Hamilton en Russell verloopt? De tijd zal het leren. En dat we in 2024 sprintraces gaan hebben, dat is één ding wat zeker is. Maar hoe die eruit gaan zien en hoe ze gaan komen en waar ze gaan komen, dat is nog maar even de vraag. De termen omgekeerde grid en een nieuw format worden al genoemd. En ook de locaties van de sprintraces, ja, die zijn ook nog niet helemaal zeker. Maar we hebben bij Racing News in ieder geval begrepen dat er waarschijnlijk zes sprintraces gaan zijn, waarbij er twee van afgelopen jaren weg gaan vallen. En er komen dus ook twee voor in de plaats. Oostenrijk, Austin, Qatar en Brazilië zouden net als 2023 blijven staan. Wel zouden België en Azerbeidzjan vervallen als printformat. En nu gaan de verhalen de ronde dat Miami en China die weekenden op gaan vullen. Die reverse grid die ik net even noemde. Dat lijkt nog heel ver weg. Maar er zijn wel serieuze plannen om het format iets meer om te gooien. Zoals er nu naar uitziet, zou het kunnen zijn dat we vrijdag een training krijgen. Vervolgens komt daar de sprint shootout. Zaterdagochtend hebben we dan de sprint race. Dan hebben we zaterdagmiddag de kwalificatie. En zondag de enige Formule 1 sessie, de hoofdrace. Belangrijk detail is daarbij dat tussen de sprintrace en de kwalificatie de park voor mee open gaat, dat de coureurs dus mogen sleutelen aan de wagen. Dit zou voornamelijk bijvoorbeeld heel positief kunnen uitwerken als je op zaterdag regen hebt en op zondag droogte verwacht, of vice versa, zodat je niet in een droge race met de regensetup hoeft te rijden. En Max Verstappen die schitterde door afwezigheid tijdens de grote testdag op het JAS Marina Circuit in Abu Dhabi. Al voorafgaand aan het weekend van die race gaf hij, dat hij heel blij was dat hij niet hoefde te blijven voor die bandentest. Maar zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez die is wel heel blij. Sterker nog, hij reed een top 5 tijd, zette 117 rondjes binnen een dag op de klok. En hij legt uit waarom hij het zo belangrijk vindt om ook na het seizoen nog even te blijven hangen voor die test. Zo'n testdag is voor mij heel belangrijk. We hebben natuurlijk wat meer huiswerk in de winter en ook zeker richting volgend jaar, waardoor het belangrijk is om zo'n dag mee te pakken. Cureurs kijken toch altijd een beetje met tegenzin naar deze testdagen, maar uiteindelijk leer je er wel enorm veel van. Het is de moeite en energie absoluut waard geweest. Vooral omdat alles meteen na een raceweekend nog vers in het geheugen zit. Het is ook nuttig geweest voor mijn feedback naar de engineers, zeker met de winter voor de boeg. De RB19 was een bewezen moordmachine, in ieder geval in de handen en voeten van Max Verstappen. Perez voelde zich minder comfortabel in de RB19 en hij hoopt dat de RB20 hem iets meer gaat liggen. De auto is heel dominant geweest voor Red Bull, maar moeilijker voor mij. Ik voelde me er, meteen, ik voelde me er minder comfortabel in dan Max. Ik weet vrij zeker dat we volgend jaar weer een goede auto hebben, al hoop ik dat de balans aan mijn kant dan beter is. En tot zover, je Formule 1-update van Racing News 365. Denk maar zo, nog een dikke 90 dagen. En dan staan we hier alweer aan de vooravond van de Grand Prix. Van Bahrein. Opening van het seizoen van 2024 op een zaterdag. Mocht je nou denken: hoezo is die race op een zaterdag?. check dan even ons TikTok-kanaal. daar leggen we je het haar fijn uit. Veel meer nieuws ga je vinden op Racingnieuws365.nl. En wij zijn natuurlijk snel weer terug met een nieuwe video. Bijvoorbeeld vrijdag gaan we je helemaal bijpraten over alle records die Max Verstappen heeft gepakt in 2023. Dus abonneer je, zet je belletje aan en dan ga je die niet missen.